In het kader van het opzetten van demonstratieplotten voor de Marcoussa-teelt in Suriname en het implementeren van een bijbehorende Farmer Field School zijn er in diverse districten tal van stakeholders bijeenkomsten gehouden. Het opzetten van de demoplotten en de daaraan gekoppelde Farmer School behoren tot de voornaamste activiteiten van het Minor Fruits Project, welke gericht is op de verhoging van de Marcoussa-productie door toepassing van technologie en innovatie. Het Minor Fruits Project is een onderdeel van het project Agriculture Competitiveness Program van het ministerie van LVV. Ambassadeur Feng Huxiong heeft op 8 februari haar kopie geloofsbrieven aangeboden aan Hong Lei, directeur-generaal protocol van het ministerie van Buitenlandse Zaken van China. Met deze aanbieding heeft zij formeel een aanvang gemaakt met haar werkzaamheden als de nieuwe buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Suriname in China. De aanbieding van de originele geloofsbrieven aan de president van de Volksrepubliek China zal naar verwachting en volgens officiële procedure op een latere tijdstip plaatsvinden.